Matthias, jij speelt niet alleen muziek, jij bent ook met kledij bezig, heb ik gezien op jouw website. Ja, ik ben altijd wel met kledij bezig geweest. Maar ja, ik heb nu toch, al voor de periode van het coronavirus, ik heb mij toch eens verdiept in het ontwerpen, ga ik het niet noemen, maar toch in een gepersonaliseerde kledinglijn, zal ik het zo noemen, uit te brengen. Ik zat er al langer mee in mijn hoofd om toch... Ja, je zag vroeger ook heel veel t-shirts en truien op optredens. Hè, want ik ben fan en mijn grote afbeeldingen van hun favoriete artiest. Maar ik vond het leuk om eigenlijk iets te brengen naar de mensen. Dat ze daar dagelijks kunnen aandoen. Dus niet dat ze naar de supermarkt kunnen in mijn gepersonaliseerde kleding. Maar niet dat het opvalt dat ze... fan zijn of dat ze het gewoon mooie kleding vinden. Dus ze moeten eigenlijk niet echt fan zijn. Allee, ze mogen en ja. Liefst, hè. Maar ze kunnen het eigenlijk dagelijks aandoen. En het belangrijkste dat erop staat is het logo, zoals je hier ziet. En voor de rest, heel klein staat er mijn naam, soms op de mouw of onderaan de t-shirt. Maar voor de rest is het eigenlijk een casual, zijn het casual outfits. Ik zeg het, ja, die ik sinds de lancering eigenlijk zelf ook dagelijks draag. Ja, en wat zit er in de collectie? Een t-shirt, zoals je ziet. Ja. Ik heb hier een pet. Voilà. Voor de zomerfestivals, als die doorgaan. Ja. Een trui. Een trui met een V-hals. Ik heb... Pop, 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 pop. Een trui, een soort... vest met, ja. Met een kap erop. En dan zie je, je ziet het logo. En dan in het heel, heel subtiel klein onderaan de mouw de naam staan. Ja. Dus een hemdje zit er ook nog bij. Dat heb ik hier niet bij gehad. Maar gewoon voor elk wat wils, denk ik. Hè. En ik vond het gewoon leuk om... Ik zeg het, hè, je kan het voor alle gelegenheden aandoen. En zeker dagelijks als ik ga lesgeven. Zo'n trui, ja, dat vind ik zo gemakkelijk. En ik doe dat daarvoor ook al van Jack & Jones of Superdry of een ander merk. En nu ga ik dat denk ik promoten met mijn merk, hè, om het zo te zeggen. Ja. Voor mensen gaan denken van, ja, dat logootje vooraan, dat is heel makkelijk ontworpen, dat kan iedereen. Maar er zit wel iets achter, hè, Matthias? Er zit een idee achter. Heeft eigenlijk mijn schoonbroer ontworpen, de vriend van mijn zus. Die is designer... Een hele pintere kerel, alleszins. Ik vroeg iets op de ontwerpen. Hij had mij 5 PDF-pagina's vol logo's staan. Wat de keuze eigenlijk nog moeilijker maakt. Hè. Maar deze kwam eruit als winnaar. Zoals je ziet, het zijn eigenlijk... Je kan het al zien al dat het geluidsbalkjes zijn. Hè. Iedereen kent wel die balkjes die op en neer gaan bij het afspelen van muziek. Maar ook als je de letters gaat verbinden, zie je heel duidelijk een M. En daarachter een L van Matthias Lens. Dus er zit eigenlijk een dubbele betekenis achter. En het is sober. Het is, ik vond het heel stijlvol, heel modern. En toch niet te voor de hand liggend. Dus mensen moeten toch even een keer nadenken. En nu ik het natuurlijk zeg van ML. En de geluidsbalkjes ziet iedereen wel. Die heeft iedereen door. Maar die ML... dat is toch heel veel procent van de mensen, moet ik het toch even aangeven. Dus ik vond dat een heel mooi, stijlvol logo. En ik zeg het, we hebben daar maal 5, 6 de PDF's naast elkaar gelegd, beginnen kiezen. En dit kwam er toch wel unaniem als winnaar uit. Nou, waar is de collectie te koop? Op de website, www.matthiaslens.be. Daar heb je een webshop, daar kan je naast de kleding ook cd's aanschaffen. En die worden dan verstuurd, want ja, rondbrengen of ophalen mag niet meer. Ik hoop binnenkort ook om de kleding aan de fanstand, aan de optredens, te kunnen brengen. Maar voorlopig puur online op mijn eigen website. En ik hou de bestellingen en de verzendingen en alles, probeer ik nu zelf mee in de gaten te houden en mee te leiden, zodat ik ook zie wie, wat, waar. En dat is wel heel fijn om toch nog een ander contact te hebben met mensen die je volgen, of fans, of vrienden, familie. Want ja, ik merk wel dat er een interesse is. En dat ze het wel heel fijn vinden dat ze het
dagelijks kunnen aandoen. Dus het is niet dat je die kleding enkel maar kan aandoen om naar een optreden te komen, maar je kan het gewoon, je kan er 's morgens mee opstaan. Je kan het voor thuis doen, maar je kan er ook mee gaan winkelen. Dat was eigenlijk wel het idee om het, om de tijd dat je het kan dragen zo groot mogelijk te maken. Ja. En is het de bedoeling om regelmatig iets nieuws op de markt te brengen dan? Ik ga dat proberen. Ik ga sowieso eerst afwachten wat dit gaat doen. En ik heb ook wel gezegd van ja, ik ga het niet bij één lancering houden. Het is de bedoeling dat er in de toekomst of een andere kleur en of een ander model uitkomt. Dus dat is zeker de bedoeling. Ik ga nu eerst uiteindelijk uiteraard wel afwachten wat dit gaat doen. Ik ga ook kijken, natuurlijk alles wordt genoteerd qua aantal bestellingen per item. En ga kijken wat de mensen toch interesseert. Mm-hmm. En dan daar natuurlijk mee verder. Ik heb het nu bij twee kleuren gehouden. Eigenlijk dit special blue dat we noemen. En je hebt ook het donkerblauw. Ja, dat is iets... maar eigenlijk is heel de collectie op die twee kleuren nu gebaseerd. Mm-hmm. Ik ben enorm fan van blauwe kleren. Ik draag bijna altijd, of heel veel blauw. Maar in de toekomst wil ik natuurlijk wel voor iets fris. Kan ik ook naar andere kleurtinten en andere modelletjes. Maar ik moet een beetje afwachten wat dit gaat doen en welk het beste scoort bij het brede publiek. Ja. Zeg, Matthias, zien we jou binnenkort dan ook op de catwalk? Graag. Als ik daar... ik heb voor alle duidelijkheid geen modellencarrière-ambities. Maar als de ergens vragen of als er een plaatselijke winkel is die zegt van ja, ik vind het wel leuk en mag ik die kleren bij mij ook aanbieden, dan wil ik daar gerust op de jaarlijkse modeshow of braderij voor fungeren. Absoluut. Ja, of een eigen Matthias Leijns modeshow, wie weet. Dat kan ook, maar dan ga ik de collectie nog wel een beetje moeten uitbreiden, denk ik. Ja, over één ding hebben we het nog niet gehad. Is het alleen voor mannen? Het is ook voor vrouwen. En ik heb zelfs één trui, één hoodie eigenlijk, met kap voor kinderen. Maar de rest is eigenlijk allemaal en voor mannen en voor vrouwen. Dus de kleuren blijven hetzelfde, maar ze zijn toch anders getailleerd. Dus elke trui en elk hemd, elk t-shirt heeft een andere getaillering. Of... is speciaal voor vrouwenmodel en een mannenmodel gemaakt, ja. Zeg, en draagt jouw vriendin ook deze kledij? Ik heb ze besteld, want ze heeft meegedaan aan de fotoshoot. Ja. Maar dit weekend heeft ze wel eens eentje een trui aangehad, omdat het makkelijk aanschiet en om thuis te zitten. We zijn eigenlijk nu nog niet buiten geweest, hè, Peter. Dus we dragen meestal een trainingpak of werkkleden voor in de tuin. Dus, maar dat gaat wel komen, absoluut. Ze heeft, ze heeft van alles ook één exemplaar gekregen van mij. Dus het is haar aangeraden om het wel eens te dragen.